Oh, dit is wel de beste footage. Gewoon puur zwart, maar ik daar nog een ander plaatje bovenop moet zetten om het nog interessanter te maken. GTA is zo interessant dat je daar een andere game ernaast moet spelen tijdens de laatste schermen. Ja. Tja. Haha, losers! Geld! Geld! Welk geld? Godverdomme. Ga je die teksten zien? Zitten we niet in de Nederlandse server? Oké, nu wordt het simpel. We stappen in de Kuma, schieten iedereen neer bij de bikers, pakken de motors, stappen we in de Kuma en schieten iedereen neer op de weg erheen, rijden terug naar de bikes en dan rijden we ermee verder. Ik rijd hier godverdomme in mijn pick-up, ben ik onderweg naar de emulation. What the fuck was je aan het doen? Ik overval een winkel. Ik lok om. Wat doet hij? Hij pakt zijn hand en probeert iemand neer te slaan die een pistool vast had. Yep. Ik had ook nog... Martin, schiet mee! Stop, Martin, net iets te dichtbij. Ik heb zo'n klap geven met een geweer. Martin, dood. Ja, gelukkig wel. Het enige wat ik op die roze veld nog niet heb, is bulletproof banden. En Bulletproof tanden! Waarom speel ik deze kutgame nog eigenlijk? Nou, Martin... Omdat je graag genoeg wil worden door de developer. Met de volgende update die maar liefst 2 miljoen kost. Yep. Nou, dan moet ik dus met de auto, met 2 kapotte achterbanden, proberen te ontsnappen van die kutpolitie. Moet ik speciaal nog mijn fighter jet inroepen om erheen te gaan omdat zo'n eind ver weg is? Maar volgens mij van die wijven op Tinder is misschien maar 10% echt of zoiets. Nee, 10% heeft interesse. Maar als wijf op Tinder heb je gewoon 5 mannen, dan ga je gewoon met kletsen in de leukste kiesje uit. Maar wat? Ja, en als man? Nou, je hebt 1 wijf en dan hoop je maar dat je er... Ja. Dat maar jij komt, je hebt geen foto met je apps erop. Nee. Dan maak je een foto met je smartphone met allemaal van die apps op het scherm. Ik moet minstens al richting de 30 zijn. Ik moet in ieder geval vaste baan hebben. Ik moet 2 keer per jaar op vakantie gaan. Ik moet minstens een keer een andere relatie hebben waarbij ik vreemd ging, want anders hoor je er niet bij. Ja, dat is waar. En ik moet nog een keer interessante hobby's hebben, vrienden en een eigen leven. Oh ja, dat terwijl ik ook nog gezellig op de bank wil zitten af en toe. Tja. En ik ken die mensen en die hebben ook geen vriendin. Dus! En ik ken die mensen en die hebben ook geen vriendin. Angela, wil je... Nee. Het is trouwens lang geleden dat ik tot zo laat heb zitten gamen. Ik was de laatste tijd zo fucking moe, jongen. Echt niet normaal. Ja, jij ook, man. Komt er wat best niet meer uit. Ja, maar ik heb echt genoeg. Hij is Royalty Challenge, progress. Oh, dat was jij. Ik was de hele tijd ziek. Als je een hij doet met de hele tijd de 4 dezelfde man, kun je ook extra geld krijgen, hè? Oh. Ja, dat is waar. Nou, ik moest bij jou erin, Erik. Ja. Nee, want ik heb, ik weet niet wat het was, maar de afgelopen weken zo, ik ging hitten, was het 1:30 of zo, ging ik slapen en dan had ik gewoon al bijna de hele dag geen zin om te gamen, een beetje YouTube kijken en shit. En dit is echt de eerste avond dat ik zo lang achter elkaar heb zitten te gamen, sinds, wat is het, 1,5 week of zo. En ik weet niet, dan ga je in je nest in en ik was moe man en dan iedere keer op de bank in slaap flikkeren en zo ook en dan ga je in je nest in. En dan slaap ik gewoon rustig ook tot een uur of... 11 of zo, 's ochtends. Nou, en dat is niks van mij. Hoe dat je 's ochtends bent. Oeh. Ja. Ja, dat heb ik dus ook. Dan denk ik van, dan word je wakker, jongen. En ik voel me echt wazig, joh. Ik had echt zoiets van, wat? Ik stond op een gegeven moment echt op het punt van, nou moet ik zo de dokter bellen, want anders gaat het niet goed, zo. Ik heb echt zoiets van, ik had gedronken dan. Dat had ik dus ook de hele tijd, joh. Dan ga je om 1:00 of 2:00 slapen, dan word je gewoon 10:00 wakker na 8:00 slapen. En moe dat je dan gewoon de hele dag bent. Now, you almost there? Hey, you're after the
Nou, het is ook als je de hele tijd schoerend reed te laat naar bed gaat en dan ga je een keer op tijd naar bed, ben je in één keer heel moe en dan komt al die moeheid over je heen. Ja, maar Mark sliep nu zo bijna 12 uur nog. Nou, jij ja, ik had hoofdpijn en daarna toen zijn er 3 uur op de wc. Klopt! Nou, ik wens jullie daar heel veel succes. Ah ja, dat komt wel goed. Er staat daar een perfect buurtje en dan ga jij tegen de motor gaan leunen. Natuurlijk. Ik heb nog meer effect als ik op die gasfles schiet. Dan Is het dood gegaan. Er stond er eentje op de map en die andere in de schaduw zag ik niet. Prutse. Kijk, ik heb die combat die combat PDW heb ik. Ah, en dat ding, die kan ik niet eens kiezen in de auto. Dat is voor what the fuck. Nee. Sla dat nou wel op. Je kunt hele slechte wapens kiezen. Je hebt of wapens die niet snel genoeg schiet, of niet genoeg schade hebben, of te weinig kogels hebben. Waar wachten we nou godverdomme op? Oh. Waar moet ik me naartoe? Naar de auto. Oh ja. Zullen we de E-team naspelen? Ta 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 bij die GTA losers die Tony wel opnemen. Ja, de idiots of GTA. Ta 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 ta. Wat jij dacht? Dat ben ik, godverdomme! Ik dacht, er staat een vijand! Ik dacht dat was een vijand! Hé, hey, dat is Martin! Plan! Waarom ga je dan ook daar staan? Omdat ik daar net die andere lui op dezelfde manier had afgemaakt! Wou je dit stel proberen of zo? Oh, ik heb trouwens nog wel een suppressor. Nou, die eerste neerschiet weet de hele kamp toch al waar je mee bezig bent. Ja. We doen dit stel! Daar zit hij! Daar zit hij! Nou, dat heb ik ook wel een keer gehad. Nou, nu wil ik graag niet ondergereden worden. Ik vind dit van je banden leuk. Wat? Waar staat mijn auto? Oh, daar. Hé, waar heb je wagen staan dan? Oh, daar. Maar het fijnste wapen in de auto vind ik de AP. Wat is die nou over het recorden? Wat, Ja, dan druk je op F1 of zo. Oh. Ik heb iets te vaak dat hij weigert meteen te schieten. Ze hebben hier een idioot zware wapens en je gaat idioot snel dood op dit stukje. Ja, dat is waar. Dat is ook precies de reden waarom ik in Erik's autootje blijf zitten. Hè? Oh, kut, ik moet heel even naar mijn beurt. Pas op! Man, ik was bijna dood. Oké. There's a bike each. We need all four for the job. When you've got them, stash them in the alley for the job.
Sounds like the Lost are mobilizing their troops. A wrecked bike is no good to us, people. Stay out in front of them. Tja, nou, wat is de bedoeling? Stap op die motor waar ik nu voor sta. Je hebt trouwens ook een boost, hè, bij deze motoren. Ja, dan moet je beter doen. Volg mij, John. Laat het maar weer. Volg hard ervandoor. Waarom? Oh ja! What the fuck! Oh, ik ben aan de fout gehad. Tony is dood. Wat de? Ik word geramd door een andere motor gelijk. Yep. Ik zei al, we moeten ook eerst met de Kuma er langs. Nee, iedereen stapt meteen op mijn motor, rijdt als een gek vandoor. Nou, je kan ook meteen over die pleintjes daarheen gaan en dan ben je er ook meteen. Ja, maar dat werkt alleen als je als eerstes bent. Nou, als iedereen tegelijkertijd vertrekt, is iedereen als eerstes. Oh, eentje is alweer vertrokken. Wat denk je naar Phil 15? Ja. Oh, hij zit er nog in! Tony! Tony! Oh, die chat ook, ik ook nog wel aardig op de game. Mag ook wel voor die miljoen die je er bijna voor betaalt. Nou, ik zie hoe dit ons rijk gaat maken. Zo, wat was het probleem? We zitten nog in de missie. Nou, ga mooi Erik's wagentje in. Ik weet het ook niet meer rijden. Nee, maar dat is in ieder geval veilig. Die wapens toch iets minder bereik hebben dan ik denk. Of gewoon iets minder dodelijk zijn dan dat ik zelf denk. Ja, ik vind hem steeds raar met een dikke sniper uit, jongen. Moet je echt wel een. Twee headshots. Zo, die PDW is echt wel goed. Wat ging nou weer dood? Te veel vijanden of Martin? Nee, iemand heeft een motor opgeblazen. Martin. Zo, hier rond de rollen rijden hier zo. Godver. Ik ben in één keer mijn halve leven werd er in één keer afgeknald. Ik pak mijn sniper even en ik ga ineens broem aflopen. Wat de fuck ben ik nou weer door geraakt, man? Ah, schiet dan. Mart, pak jij motor, mooi. Mart, rijd niet al te ver vooruit, kerel. Oh, oké. When you've got him, stash him in the alley for the job.
Sounds like the Lost are mobilizing the troops. A wrecked bike is no good to us people. Stay out in front of them. Zo, nog een rukkertje. Hoor je dood? Ja. Die blijft gewoon staan, die doet niet eens wat. Nou, die micro-SMG die je kunt gebruiken vanuit die auto is een ruk, man. Het is echt zo gekozen met een krenk, man. Anders, holy fuck, zeg. Ja, dat is altijd dat AP. Nee! Waar ga jij dan met de auto aan dan? Ik niet. Was net een beetje een pad aan het maken, maar nee. Ja, maar je moet gewoon in plaats van door de hoofdstraat, moet je gewoon af. Gaat gewoon in die Kuma, maakt het pad vrij, gaat terug voor de motors, dat is het. En er is altijd maar één iemand die er meteen in het begin langs heen kan racen. Nummer 2 is al de lul. Dus dan zijn we uren aan het verkloten, omdat jullie niet weten wat jullie moeten doen. We hadden die missie net zo goed met z'n drieën kunnen doen, was makkelijker geweest. Ja, zonder Martin bedoel. Flats! En uiers! Is die al elektro? Volgens mij heb ik niet eens elektro hier. Ja, fuck! God, kom. Ik probeer zoveel mogelijk lui neer te schieten terwijl ik met mijn boot, terwijl ik met mijn motor verongeluk. En waar zijn jullie nou weer mee bezig? De achterblijvers afschieten. Dat is wel met een motor. Ik moet hier links. Paf. Ik was de hele tijd die, hoe heet dat aan het zoeken? Die motor die je moest jatten. Ik stap op mijn motor. Deze is niet. Ik stap die andere. Oké. Okay. Er staat ook nog eentje binnen ergens. Ja, ik was echt aan het kijken. Ik denk van, welke de fuck is het nou? Staat niet echt duidelijk aangegeven. Er staat een stipje en er staan 3 motoren. Ja, welke van de fuck 3 is het nou? Vuile achterkleren, man. We gingen allebei tegelijkertijd dood. Waarom dat dan alweer? Ja, ik snap het ook niet. Ik sta te schieten. Ik pak mijn minigun. Paf, meteen door de kop heen. Nou, ja, ik pak mijn sniperrijfel. Ik sta mensen af te schieten. En ik heb pat headshot. Ik word gewoon doodgeschoten. Ik had eens van, okay, what the fuck? De eindtijd wordt nog leuk op deze manier. Nee, dit is het plan. Paf, 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 paf. Iedereen dood. Die eindhuis, dan kopen we allemaal een utility vest. Die doen we in de outfit en dan hebben we 3 keer zoveel leven. Ja, 1 headshot is niet voldoende. Man, we hebben die lui leren schieten, zeg. Ik moet je gewoon met 2 man. Wat de?
Ik word gewoon door een auto zo kapot gereden. Ik sta midden op je straat. Je moet dan niet midden op straat staan. Jij doet hetzelfde als Erik deed. Ik ga niks van, what the fuck, gewoon. Ik ga eens kijken of op die heuvel staan beter werkt. Ben ik nou helemaal arm? Nee. Ik heb $400. Wow, dat was een succes. 1000. Hier, Tinder houdt er weer mee op. Ik wil in ieder geval deze missie eraf kunnen maken. En dan kan ik nog net even kijken of we die eindhuis nog snel kunnen halen. Ik heb nog 50.000 nodig denk ik, om dat ding te halen. Oké, okay, we ditchen de auto. Yep. Plop, ik sta ineens buiten. Gewoon niet eens uitstappen, nee, gewoon plop, buiten, klaar. Nou, die komt bij VDW maar. Oh, er zat een hek. Oh ja, kut. Ik wou al C4 over het hekje in laten gooien, maar dat gaat niet. Laten we dat maar niet doen. Wat? Staan we net in positie? Ga jij weer dood? En ik heb dit keer mijn Kuma niet, maar tijdens jou als ik die Kuma ga halen, man. De plaats van ik kan toch gewoon naar de Morris Mutero bellen. Ja, weet je wel niet hoe ver weg die staat? Ik heb ook maar 3 meter bij mijn auto gesprongen. Als je hem nou ophaalt, je rijdt er eind weg, je belt hem in, heb je hem, als je doodgaat, heb je hem weer. Nou, dan ik dat gebouw daarop. Nou, ik zat dus ook een beetje hetzelfde te denken, Erik. Ik zit toevallig naar een gebouw zo te kijken. Ik denk van, nou... Zat hier geen trapje ergens? Oh! Nee! Oh. Zag je dat? Nee. Want wij zijn... Nou. Wij zijn tactisch aan het werk hier. Martin. Oh, ik had het zo op. Ja, toch wel? Oeh. Kijk eens aan. Met al mijn wijnkers. Waar is die vet mee bezig? Ik ben level 200 jou veel. Ik rijd gewoon net die vijand daar. Daar wordt ze maar lood van. In een eindhuis stamt uit zijn gepanzerde auto om met het lui neer te schieten. Ja, maar ja, ook de wieltjes kunnen na 85 of na 360 uur gespeeld hebben, level 150 zijn, hè? Ja, natuurlijk. Wij noemen geen namen. Maar we hebben voornamelijk over iemand die iedereen een hacker vindt die hem neerschiet. Ja. Keurig. Jeffrey. Eigenlijk moet je gewoon een of andere mod hebben dat je gewoon iemand handboeien om kan doen. Gewoon, jij blijft hier liggen met deze huis. Ja. Je hebt 4 man nodig, in mijn eentje werkt het prima. Toedel. Het ging nog aardig goed, tot die ene. Vanaf hier alleen niet helemaal naar het dak te komen. Nee, foute sprong. Nee, dat deel. Auw! What the fuck? Waar de fuck? Want ik zit achter een muur. Ik zat gebukt achter een muur en ik word ineens doodgeschoten door iets. Ja, als je daar bij die poort staat, word je vanaf de zijkant toch helemaal afgeschoten. Op die taxicentrale. Oh ja. Maar dat had je al uitgevonden.
schiet, schiet! Nee, ik ben aan het herladen. Ken je dat? Je schiet er nog maar een kogel in, voor de zekerheid. Ja. Zeg, hebben jullie al iets neergeschoten? Hallo? Gewoon een keer van het gebouw afzien te komen. There's a bike each. We need all four for the job. Welke is dat dan? Die blauwe, ja. Waarom reed die ene dan van tevoren weg? Deze. Sounds like the lost are mobilizing their troops. A wrecked bike is no good to us. Hier, voor die armor. Stay out in front of them. Nee! Die kerel wordt weer alleen. En nu is wachten weer op die ene man. Wie? De man die nooit het knopje snel genoeg kan vinden, waardoor ik iemand uit moet gooien. Waardoor iemand anders denkt dat hij er ook maar uit moet stappen. En dan krijgen we iemand nieuw, maar dan komt meneer er weer eens een keer niet in. Ja. Alert! Player joining! Alert! Please wait! Alert! Oh, we doen eigenlijk een pakje. Dank je. Helemaal wel. Er is ook iemand enorm aan het laggen. Hey lul. Ik zit tenminste in de game. Oh, Mark, pak jij alvast even een motor, zodat we de weg vrij kunnen maken. Als het veilig is. Ik begrijp nog een keer zo niet waarom ik deze missie zo had. Je hebt de motor, Mark. Ja. Ja, dit is ook een eerste klas kutmissie. Ja, nummer 4. Onzegbaar. De ruimte. Ha! Lekker was verstrooid. Huh? Oh, die kneus heeft natuurlijk een lekker gepakt. Je hebt hem vernield. Godverdomme, ik zit er vast. Was die motor? Achter je, nou pak deze maar. Tony, pak deze. Oh god, die ene is al begonnen met rijden. Oh ja, volgens pak mij. De zone of shotgun, Tony. Godver, ik kan niet wisselen van... Oh. Hoeft ook niet, kan alleen op de motor. Nee, daar heb je niet. Kom, volg mij, ja, Tony. Gassen! Help van mijn leven. Hier gaan we iets opzij. Eigenlijk iets meer. Oh, kut! Oh! Ja, dat gaat zo. Gaan we hier recht door de snelweg op. Gaan we hier af. En dan volgen we de lijn. Kut! Boost en weg hier! I think you're in the clear. Drop the bikes in the alley. We're nearly a go. Maar toch moet je gaan met de kutauto. Hè? Hoe boost je eigenlijk? Met E. De toeterknop. Kom op, frame rate. Laat me niet zitten nu. Oh godverdomme! Waar de fuck moet ik zijn? Mark! Godverdomme! Daar ging bijna fout! En je moet daarin. Pas op dat je Jack niet aanrijdt. Die geeft mij aan. Ja, nou, dan hebben we nog één. Ja! Yeah! We zien dat we het ooit nog gingen halen. Was het soms op super makkelijk? Ja,